Het geneesmiddel Ritalin wordt ook gebruikt onder jongeren zonder ADHD om nog even dat ene wiskundesommetje op te lossen. Maar wat velen niet weten is dat er een beperkt aantal risico's aan zitten. Daarom zijn voor jou hier de do's en de don'ts. Weet waar je aan begint, dus lees de buisluiter en weet daarom ook de risico's. En zorg voor inname dat je voldoende en gezond hebt gegeten. Gebruik het niet te veel en te vaak. Een overdosis kan namelijk heel gevaarlijk zijn en nare gevolgen hebben. Word niet afhankelijk van Ritalin, dit kan namelijk zorgen voor slaapproblemen. En combineer Ritalin nooit met alcohol, drugs of andere medicijnen of als je nog moet deelnemen aan het verkeer. Je kunt dus beter gewoon uitslapen en fit aan je huiswerk beginnen. Nou, wil je toch een keer proberen voor recreatief gebruik? Kijk dan naar onze andere video, daar laat Nelly zien wat het met haar lichaam doet. En dan zie ik jullie volgende keer weer.